Regisseur, acteur en producent Mark van Uggelen is overleden. Van Uggelen was 42 jaar oud. Dat meldt de Theaterkrant zondag. De in Baarn geboren Van Uggelen speelde op zijn zesde een belangrijke rol als de jonge Anton Steen in de verfilming van het boek De Aanslag van regisseur Harry Mulisch. Het oorlogsepos won in 1987 een Oscar voor beste buitenlandse film. Zijn passie lag echter bij het regisseren. Begin jaren 90 schreef hij zich in bij de Amsterdamse Filmacademie, waar hij in 1996 afstudeerde in de richting regie scenario fictie. Van Uggelen behoorde tot dezelfde lichting als regisseurs Lodewijk Rijns en Martin Koolhoven. Hoewel Van Uggelen diverse korte films en commercials maakte, bleef hij daarnaast ook actief als acteur. Hij speelde onder meer in 5 films van regisseur Eddie Terstel, Waarom der Hufters en Hofdames en Remt A Vriend. Onlangs speelde de acteur nog kleine rollen in de serie Divorce en de film Boven is het stil van regisseur Naam Oud Leopold. Van Uggelen was getrouwd met actrice Lies Visgedik.